Het mooiste project waar we nu mee bezig zijn en wat we eigenlijk net op de markt gebracht hebben is Landfall. Dat we dan noemen een flagship title. Zowel voor ons, ons eerste grote project en meteen ook grote budgetten, hoogwaardige kwaliteit. Maar ook voor Oculus, onze opdrachtgevers, een titel die we op de markt brengen om de brillen te verkopen. Dus het moet ook meteen van hele hoge kwaliteit zijn. Ja, het is een fantastische avontuur geweest samen met zo'n partij zo'n project op de markt brengen. Ja. Kun je maar daar iets meer over vertellen? Wat voor soort game is het? Nou, Landfall is een, zoals dat heet, een tactical top-down shooter. En dat zal de gamers onder de kijkers ongetwijfeld wat zeggen. Alleen dan in VR. En dan wordt het meteen heel anders. Want dan heb je echt het gevoel dat je op het battlefield zit. Het is een action game die zich afspeelt tijdens een oorlog. Alleen ja, nu zit je letterlijk op het slagveld terwijl je de game aan het spelen bent. Dus je ziet allerlei ontploffingen om je heen. Tanks, vliegtuigen, explosies. Ja, het is een hele andere ervaring dan als je een gewone soortgelijke game speelt, maar dan op je PlayStation of je Xbox of je PC. Het is sowieso een pioniersmarkt. Niemand weet precies wat en hoe dingen werken. Veel proberen. En je komt allerlei dingen tegen waarvan je denkt dat ze gaan werken. En die werken niet in virtual reality. En allerlei dingen waarvan je denkt, nou, dat gaat nooit werken in virtual reality. Dat werkt juist weer wel. Kun je dus een voorbeeld geven? Wat werkt niet in virtual reality? Zijwaartse bewegingen. Achterwaartse bewegingen. Als je hersenen tegen jou zeggen, je staat stil of je zit stil met een virtual reality bril op. Terwijl de omgeving om je heen geeft je het gevoel dat je naar achteren beweegt. Dan moet je automatisch misselijk. Langzame beweging naar voren werkt al veel prettiger. Ja, dat zijn dingen waar je heel snel achter komt als je begint met de ontwikkeling. En daarnaast komen er allerlei kleine details naar voren waar je geen rekening mee gehouden hebt als je begint. Als je bijvoorbeeld een standaard game heeft vaak allerlei informatie in beeld staan. Hoeveel levens je hebt, hoeveel energie je hebt enzovoort. Dat zit vast aan het beeldscherm. Als je dat in virtual reality doet, ja, dan krijg je links in je bovenhoek een soort van informatie. En als je daar naar wil gaan kijken, dan duw je letterlijk met je hoofd die informatie weg. Dus je blijft een beetje achter die informatie aanjagen. En dat zijn typisch van die dingen, daar kom je pas achter als je het gaat doen. Ja, en daar zijn we ongeveer elke dag weer allerlei nieuwe oplossingen voor aan het verzinnen, want niemand heeft het nog gedaan. Als je kijkt naar hoeveel grote bedrijven zich wereldwijd nu mee bezighouden, Facebook, Oculus, Google, Sony, Microsoft, die allemaal die industrie zien als een heel veelbelovende industrie, denk ik dat het nog wel eventjes meer is dan een hype. Ja, meer dan een hype, maar heb je er ook heilig vertrouwen in? Dit gaat het worden? Heeft iedereen dadelijk zo'n bril thuis liggen? Uiteindelijk heeft iedereen zijn bril thuis liggen. Ja. Ik denk dat de brillen die uiteindelijk iedereen thuis heeft liggen wel anders eruit zullen zien dan de brillen die je nu ziet. En je moet het een beetje vergelijken met de mobiele telefoon uit de jaren 80. Dat was een soort baksteen die je aan je oor hield. En dat was heel hip en trendy. Maar als je het nu ziet, dan lach je die mensen uit. Want wat was dat voor raar ding? Nou, dat is een beetje waar we nu zitten in het tijdperk van virtual reality brillen. Groot, zit nog vast aan een pc met een draad. En waar je naartoe gaat natuurlijk is dat het bijna eruit gaat zien alsof je een gemiddelde zon op zit en je drukt op een knopje en dan wordt hij ofwel helemaal transparant en je ziet allerlei objecten in de wereld verschijnen. Dan heb je dus een augmented reality bril en je drukt weer op een knopje en dan sluit hij zich helemaal af en dan bevind je plotseling op de planeet Mars of weet ik veel wat voor ervaring je dan hebt. We zijn altijd op zoek naar goede mensen en Amsterdam is wat dat betreft een bakermat, maar het is echt wel een hub voor mensen die technisch goed geschoold zijn. Terwijl ook Amsterdam toch niet echt een technische opleiding heeft. Nee, maar ik denk dat technologie en creativiteit de laatste jaren natuurlijk echt door elkaar heen zijn gaan lopen. Veel webagents die hier zitten, app developers voor mobiele applicaties. Ja, en dat is ontzettend gegroeid de afgelopen jaren en daar plukken wij ook de vruchten van. Maar goed geschoold personeel, niet alleen uit Amsterdam, maar ook uit de Randstad in zijn algemeenheid. Ja, en waar we dan mensen tekort komen, daar moeten ze uit het buitenland gaan halen. En dan komen ze echt vanuit Duitsland, Polen, Engeland, Frankrijk. Dus echt van overal vandaan en af en toe ook hier en daar een Amerikaan of een Canadees. En dan is het makkelijk dat je in Amsterdam zit? Dan is Amsterdam bij uitstek natuurlijk weer een plek waar als je hier komt solliciteren vanuit het buitenland. Is het natuurlijk niet verkeerd als je op je eerste dag hier binnenkomt en denkt van nou zal ik hier gaan werken. Dan biedt Amsterdam natuurlijk wel een mooi visitekaartje wat dat betreft. Dus we hebben nooit het probleem dat mensen zeggen van nou ik vind het een leuke baan maar de stad lijkt me niks. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. De ultieme wens op dit moment, als je praat een beetje op de korte termijn, is er een film aan te komen. Die heet Ready Player One. Steven Spielberg film die later dit jaar gaat verschijnen. Ja, dat is de film die gaat over virtual reality.
Ja, als we daar een game over konden maken, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dan heb je twee vliegen in één klap. En ook nog samenwerken met Steven Spielberg zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Ja, en in die game wordt ook beschreven hoe mensen, of in die film wordt beschreven hoe mensen in een soort virtuele Second Life-achtige wereld zich begeven. En helemaal nooit meer terugkeren eigenlijk naar de normale wereld. Ja, dat is misschien enerzijds een beetje eng en dystopisch. Maar aan de andere kant, ja, om een wereld te creëren waar je eigenlijk in wil blijven. Ja, het is natuurlijk een beetje het ultieme wat je met virtual reality kan bereiken.